Nee, hoe was die mis? Hallo kijkers van PR Gentlemen's, vandaag is alweer deel 10 van Viva Sundays. Het is me toch nog gelukt om dit op te nemen, ik heb toetsweek, maar ja, laat dat maar gewoon zitten. We gaan gewoon Viva Sundays opnemen. Jan maat, hij is geblesseerd, ik had tegen Team of the Week gespeeld met hem. En daarom kopen wij gewoon even een andere rechtsachter. En ik denk dat hij daar ook blijft staan. En een nieuwe aankoop is... Keukenrol. Zie die kaart shijnen. Shijnen. Jullie zien dat wij nog steeds lekker veel muntjes hebben. Ja, ik heb iets bijverdiend door tegen Team of the Week te spelen. Ik ga dat niet uitgeven dit deel. Dat zien jullie volgende deel. Jongens, we wissen hem nog steeds. Mand! Anda, hij is echt de beste. Dus nog één keer, keihard schreeuwen. Jongens, we missen! Mand! Anda! Oké, maar nu staat Robin Ruiter er en zijn hagelslag verkoopt goed bij mij. Ik vind het wel lekker eigenlijk. Jongens, het is de divisie 7. Applausje daarvoor. Het gaat wel lekker hier zo. Echt geniaal. Ik hou wel lekker van bananen. Ik neem ze meestal mee naar school. Ja, ik heb nu een mattie gevonden. En dat is Ibrahimovic. Kijk deze video maar. Echt geniaal, jongens. Ik vind het zo fantastisch. Dus die hoort nu bij de club. De bananenclub die ik heb opgericht. Ah joh, fuck off. Fuck off. 81 beoordeling, 110 geest. Fuck off. Ja, McDonald's. Ja hoor. Jongens, het is gewoon een beestenspits. Ik weet niet. Ik kan gewoon met elke spits goed spelen. Oh, lekker doelpuntje. Oh, een vuile overtreding. Wat een vuile overtreding. Leek een beetje op een zwalbe van Boetius. Kijk hoe laat hij viel. Maar ja, het is FIFA 15. En dan komt er weer bijna FIFA 16 aan. Dus ja. What the fuck? Jullie zagen dit ook, hè? What the fuck? Hoe die paas aankwam. Netjes klemmen, netjes. Derp. Dat is wel grappig. Ja, het is het proberen waard, hè. Moet de kerel mooi doelpunt vallen. Kuitje. Ja! Oh! Dat was echt best wel nice uitgespeeld. Dat was echt nice met de kuiten. Dat was een mooi tikspelletje. Boem, netjes in de hoek wel recht. Vaak mooi, maar dit was goed geplaatst. Oh ja! Oeh, zagen jullie dat? Precies bijna hetzelfde als de vorige keer. We gaan het op deze manier. Misschien. What the fuck, McDonald's? Oh shit, drie kansen, drie goals. Alleen maar McDonald's de kansen. Ik dacht, deze techniek gaat toch niet zitten. McDonald's, nu ga je een sprintdueltje aan. Ja! Penalty? Nee, schiet er dan maar. What the fuck? Ja, geef die high five maar. Mij ook een high five. Bam! Holy shit! Dit was eigenlijk best wel een penalty waard, maar dan maak ik het zomaar af. Ik had één schot met kuiten, maar dat was sprongen. Die was niet op doel. Vijf schoten. Dit had ik echt al verwacht, jongen. We hebben gewonnen! Yes, dit bespaart mijn pace van mijn team, dus daar ben ik heel blij mee. Ja, zeker. Lekker, jongen! Even kijken wat McDonald's staat. 8,5. Nou, als hij heel de wedstrijd had uitgespeeld, een dikke 9. Nou ja, de assisten. Kuitje 2. Woep! Jeff Stans 1 en Ver ook 1. Nou, de eerste 3 punten al in de pocket, als ik dat zo makkelijk zou zeggen. Doen we nog één wedstrijd, denk ik.
Zien jullie dat? Jeff Stans. En meestal verwissel ik een speler die een contract mist, maar speciaal voor Jeff Stans doe ik het niet. Ja, verrassend. Hier heb ik trouwens nog een spotje, want ik had net al een banaan laten zien. En ik weet, Patrick, hier hou jij van. Deze gaat scoren en die ging toen een pizza eten. Kijk maar. Echt geniaal. Ik vind dit echt fantastisch. Ik moet vaak zo'n video's opzoeken. Dat is echt leuk. Contract van Jeff Stans. Naar club sturen. 33 wedstrijden, 37 doelpunten, 10 assisten. Netjes, Mackie. Big Mac, hamburger en nukkerkip. Ik heb trouwens nog iets geniaals van Braafheid. Hij zat in het WK 2010, was hij linksachter verdediger voor Oranje. Dat wist ik zelf ook eigenlijk niet, niet dat het me op is gevallen. In ieder geval, toen deed hij dit. WK-finale staat, hier komt hij. Kijk. Ja, ja. Hoppa. Daar zit hij. Hij denkt lekker teruggelegd. Ja. Echt fantastisch. Hij had geen benul dat die bal op zijn hoofd kwam. En kopje erbij houden. Nou, maar eigenlijk was het gewoon een mooie terugspeelbal. Ik vond hem wel mooi. Ik zit gewoon in alle uithoeken van internet. Je weet waar je dan allemaal uitkomt. Dit is een nog betere beoordeling dan die andere. Ah, een heel Duits team. Duitsers. Oh, fuck. Ah! Goed verdedigd, goed. Oh, fuck. Ja, dat was een doelpunt. Ik zag hem al. Ah. Te diep, Cherry. Te diep. Oh! Op je muil. Lekker kuit. Dat was gewoon geen overtreding en gleed weg. Dat zagen jullie allemaal, hè? Hey, jongens, de laatste tijd heb ik best wel een schrale huid. Weet Nassim toevallig wat het tegen helpt? Ik smeer mezelf in met babyolie. Oh ja, natuurlijk. Ja, ik was het even vergeten. We gaan hem de volgende keer gebruiken. Maar nu, Bastien. Naar hem wilde ik hem niet eens passen. Ik wilde naar McDonald's. Oh. Op je muil, gauw. Lekker Douglas. Waarom loopt Martens in die daar? Oh, nu gaat hij los hoor. McDonald's, ja, kuit. Waarom komt de keeper zo uit? Jeff Stans. Waarom moet hij nou weer aangeraakt worden? Dat is een mooi schot door Jeff Stans. Oh, netjes. Ja, mijn goal is te snel voor je. Oh, is dat weer een keeper, joh? Boetjes. Hij lekt een beetje, maar ik zag wel dat het mooi was. Lekker momentjes. Goed opgegeven, McDonald's. Die heeft nu als 11 assist in FIFA Sundays. Net de 1-2'tjes waren hier wel, hoor. Boom. Lekker, jongens. Oh, mooi hoor. Mooie 1-2'tjes met de witharen gasten. Lekker Braafheid. Protesteren, bijvoorbeeld Braafheid. Nee, ik raak hem niet eens. Hier zit je echt van. Ja, dat klopt natuurlijk, dat klopt. Ah, fuck! Oh, lekker groter! Lekker, nee! Ja, fuck! Ja, lekker! We gaan even Nassim erin zetten. Ja, kijk, daar is een pace, hoor. Oh, zag je dat? Damn! Ja, lekker. Braafheid. Gaat eruit voor zijn doelpuntje. Doelpuntje. Ik wilde hem afgeven, maar ik klikte driehoekje niet goed in. Oh, net de bal hoor. Ja, de wissel doet dat. Ik ben Louis van Gaal 2.0. Hij wordt beter gepakt, omdat dit een spannende wedstrijd was. Ja, lekker jongens. Dit was ook weer netjes uitgespeeld hoor. Mooie paas. McDonald's staat niet bekend om zijn mooie pasen, maar. No! Ik moest blijkbaar mijn woede even kwijt. Fuck! Fuck! Ik kwam er echt net door. Oh shit. Nee! Protesteren, bijvoorbeeld Braafheid. Nee, ik raak hem niet eens. Hier zit je echt van. Ja, dat klopt, Braafheid. Nu zit je echt verkeerd. Oh, wat een vrijheid! Wat aanname is dat? Neem dan 5 seconden meer tijd of zo. Holy shit. Oh, gaat het toch weer McDonald's worden? Nee.
Of nog ver. Nee, hoe was die mis? Hoe was die mis? Ik had zo gedacht, die zit erin. Oh, serieus. Ik verwacht dat hij hem naar jou paast. En neem je zo'n vertrekt aan. Oeh, Sherry, bijna. Braafheid. Oh. Zonde. Oh, lekker braafheid. Ja. Nee, Nashing. Nashing, baby Oli. Baby Oli. Baby Oli. Baby Oli staat trouwens zo vrij de hele tijd. Echt. Nee. Nee. Oh, lekker ruiten. Ja. Yes. Ah, jammer. Ik vond dat ik beter was. Dit is weer zo'n wedstrijd dat ik net niet win. Maar ja, ik hoef niet boos te zijn. Ze keepen dit gewoon heel erg goed. En Nashing heeft het doelpunt, maar had er nog twee meer kunnen maken. Doelpunten van Nashing en Boetius, de assisten van McDonald's, is goed bewezen voor McDonald's. We hebben één keer gewonnen dit deel. Ik ben toch niet helemaal blij, want deze had ik kunnen winnen. Maar ja, niet getreurd. Het was het jubileum van deel 10 van FIFA Sundays en zo slecht deed ik het ook weer niet. Jullie gaan liken? Ja, tuurlijk. Jullie gaan abonneren? Ja, zeker. Jullie gaan reageren? Nou ja, zeker. Jack Gelder heeft een kaal hoofd. Ja. En we zien jullie de volgende keer. Jongens, voordat ik afsluit, we gaan nog één hele dure speler kopen. En die dure speler is, dat zien jullie de volgende keer. Fuck off.